Breda Nu. Je weet het meteen. In Vestzaktheater Gimbrère wordt voor het tweede maal een thematisch concert georganiseerd. Verschillende artiesten spelen stukken rondom het thema water. Theater Gimbrère, spreek ik het zo goed uit? Gimbrère is het. Ja. Oké, okay, Gimbrère. Ja, hoe is het allemaal zo begonnen hier, dit theater? Een heel lang verhaal hoor. Nee, het is helemaal niet zo'n lang verhaal. Een jaar geleden bedacht. Anderhalf jaar geleden. Kale ruimte en ik stond hier te borrelen. En ik denk, ik heb akoestiek nodig. Akoestiek. En ik denk, ik heb gordijnen nodig. Van die hele mooie pluche gordijnen. En toen dacht ik ineens, als ik gordijnen nodig heb, plusje gordijnen, wat kan ik daarmee doen? Dan moet ik een theatertje maken. Ja, dat is een logische gedachte, toch? De lichtere klassieke muziek is ook wel deel van het doel om die wat meer naar buiten te brengen, had ik begrepen. Klopt dat? Ja, we proberen echt die drempel te verlagen. En klassieke muziek, dat is soms nat dan bij heel veel mensen. Maar mensen worden er eigenlijk dagelijks mee geconfronteerd. Als je bijvoorbeeld naar reclames luistert. Films die er vol mee zitten, met name ook tekenfilms voor de jeugd. En ook als je in de Efteling rondloopt, dan hoor je eigenlijk heel veel klassieke muziek. Dus ik denk dat heel veel mensen er toch in aanraking komen zonder dat ze het weten. En ik probeer wel mijn muziek zo toegankelijk mogelijk te schrijven. En zo'n thema, net zoals vanavond het thema water, wat natuurlijk toch wel een heel belangrijk thema is in Nederland, leent zich daar uitstekend voor. Naar volgend jaar toe, de 350 jaar vrede van Breda. Kun je daar iets meer over vertellen over wat eraan gaat komen? Ja, heel leuk om dat te vertellen. We zijn dus bezig met de 12e nazaat van Michiel de Ruiter. Dat is ingenieur Frits de Ruiter de Wild die in ons programma zit. Daarnaast de Stichting Thematische Concerten. We hebben samenwerking toegezegd gekregen van de commandant van de Nederlandse strijdkrachten. Dat was vroeger de KMA. En we zijn in overleg met de Grote Kerk. We hebben al een datum vastgelegd waarop wij een groot concert gaan geven. En dat concert is wederom gecomponeerd door Desiree.